Mijn naam is Pans Bawenga. Ik ben geboren in Congo. In 1994 ben ik naar Nederland toegekomen. In eerste instantie in een AZC geweest. En na een AZC ben ik uiteindelijk, heb ik een woning gekregen samen met mijn moeder en broer in Veldhoven. Nadat ik jarenlang woonachtig was geweest in Veldhoven, ging ik studeren in Tilburg. En ben ik ook in Eindhoven gaan wonen. Ik heb diverse opleidingen gedaan. Ik heb eerst een mbo-opleiding gedaan, juridisch medewerker. Daarna heb ik een hbo-opleiding gedaan, hbo-rechten. En toen ben ik naar Brussel gegaan en daar heb ik het Europees recht op het gebied van immigratie en asiel gedaan. En ik ben inmiddels gemeenteraadslid in Eindhoven sinds maart 2014. Daarnaast werk ik in Den Haag. In Den Haag ben ik coördinator van het Wereldhuis. Het Wereldhuis is een organisatie die ongedocumenteerden helpt. Dat zijn mensen zonder verblijfsvergunning. En daarnaast ben ik ook coördinator van Inclusion Leaders Network. En Inclusion Leaders Network is een netwerk, een talentstimuleringsprogramma voor inclusieve leiders. Dat zijn mensen, leiders die zich inzetten voor een inclusieve samenleving. Nou goed, als raad hebben we aangegeven dat we het heel belangrijk vinden dat we discriminatie gaan aanpakken in de stad. Want omdat discriminatie onrechtvaardig is en een aantasting is op de menselijke waardigheid. In een inclusieve stad hoort dat niet, past dat niet. En in een inclusieve stad mag het niet uitmaken welke kleur, geaardheid, leeftijd of geloof je hebt. Het enige wat ertoe doet, is dat wat je doet. Op het moment dat er mensen in de samenleving in armoede leven, dan raakt het mij. Want ik voel me verbonden met deze mensen, omdat deze mensen medeburgers van mij zijn. Dus vandaar dat ik persoonlijk betrokken ben met de burgers. En dus dat is hoe ik tenminste probeer om politiek te bedrijven. Op het moment dat mensen hun kansen kunnen grijpen en kunnen pakken, dan zal dat altijd dan zal de samenleving daarvan profiteren. Dus vandaar dat ik ook vind dat de overheid daar zich actief voor moet inzetten. Door het bieden van adequate hulp aan hulpbehoevende mensen handelen we conform de fundamentele mensenrechten en conform de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dit is een menswaardig voorstel. Dat roept op tot fatsoenlijk en menswaardig omgang met elkaar. En in zo'n samenleving willen wij in leven. En daarom hebben wij deze motie mede ingediend. En als laatste wil ik toch zeggen dat als het al geregeld was in Nederland, dan had het Europees Comité voor Sociale Rechten ons niet op de vingers getikt. Ja, vrijheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen, dat zijn mijn drijfveren in de politiek. En daar ga ik voor. Waarom? Omdat ik in mijn eigen geschiedenis heb ik gezien dat het bieden van gelijke kansen echt cruciaal is voor mensen, vooral mensen die van onderaan moeten beginnen. En het feit dat je van onderaan moet beginnen betekent niet dat je er niet uit kan komen. Zeker niet op het moment dat je gelijke kansen krijgt. En daarom geloof ik ook in gelijke kansen. En ik ben zelf een liberaal, dus ik geloof ook in vrijheid. Dus ik geloof ook in dat mensen een eigen kracht hebben en dat individuen, dat je ze kunt aanspreken, een kans moet geven en ook zijn vrijheid moet geven om zich te kunnen ontplooien, om zich te kunnen ontwikkelen. Dus dat zijn belangrijke termen. En rechtvaardigheid, dat vind ik ook ontzettend belangrijk, omdat, daarom ben ik uiteraard ook rechten gaan studeren. Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is een ander. Wie is voor deze motie? Wie is tegen? Nou, dat zullen we er ook meedelen. Daarmee is de motie aangenomen. Ik denk dat ik mij nog steeds wil blijven inzetten voor een meer inclusieve samenleving. Een stad die zich bekommert om mensen die het niet zelf kunnen opbrengen. Een stad die zich bekommert om hetgene wat er ook op internationaal vlak gebeurt.